uit, jongens, hier zie ik. Stap gewoon in met twee camera's, hè. Het is ongelooflijk. Met de 360 en met jullie voor de review. Ja, dat moet ik er twee keer in, op zich geen stel natuurlijk. Dat kost dan twee keer 3 euro. En ik ben geen rijk man, zoals jullie weten. Jullie denken dat jullie wel wat geld opleveren, maar dat valt wel steeds wat ik jullie vertellen. We gaan naar boven, we gaan beginnen. Welkom op de Maxi. Zoals gezegd is het een... Allee, gaan we bijna over de kop. Zoals gezegd is de ongebouwde kamikaze. Dus ze hebben de bouten eraf gehaald en het boeltje van ons strop gezet. En dat zit wel wat prettiger dan een kamikaze, want daar zit je best los in. Daar zit er ook de kooi omheen. En met deze niet. Dus op dat te gaan, deze is ook comfortabeler. Alleen, dadelijk gaan de remmen los. En dan horen we lachen. Hoppa! Oké, de show gaat beginnen, dames en heren. Remmen los. Hopsa. En lekker door. Nou, hij is vergelijkbaar met de Eclipse op de Maximum, zoals hij daar weer op staat. Hij is alleen niet zo hoog en minder intens, maar de operator kan er best goed mee spelen, waardoor je met nu losgelaten wordt en goed over de kop heen gaat. Hey. Alright, zullen jullie even een stukje alright laten zien? Komen twee cameraatjes los in de beugel over de kant. Heerlijk, jongens. Ja, vertrouw je op dit soort machines? Ja, de beugel zou me afbreken. Nou, dat kan dus niet. Maar dat zit van binnen 3 keer beveiligd. Dus in principe zou die niet moeten kunnen breken. Bovendien zit er ook nog een keertje een dingetje tussen. Een gordeltje. Dus mocht die afbreken, dan heb je nog een 4e beveiliging om te zorgen. Dacht hij, even blijft zitten, dan hoort hij best heftig wat ik zeg. Die beste man heeft zijn machine aardig onder controle. Dan geeft best goede ritten weg. Best intens hoor. We gaan alweer landen, we gaan alweer stranden. Dit was de Maxi. Hier op de Beautytronen in Parijs. Ik zou het gewoon kunnen aanraken. Ik durf het nou al te proberen. Even kijken hoor. Nou, ja, als ik heel erg naar beneden ga. Het scheelt niet veel. Ik trek me altijd een stukje terug, maar als ik het heel lang gaan maken, kan ik er gewoon gaan raken. Ik krijg iets te lang voor deze attracties. We gaan door over de kermis.